En dit is dat net, gespannen over de luchtplaats. Het is het nieuwste wapen van de Alfense gevangenis in de strijd tegen het smokkelen van verboden spullen. We hebben natuurlijk heel veel last van het overgooien van contraband. Dat zijn spullen die we niet in de inrichting willen hebben. Dat gooiden ze over de muur heen. En vandaar dat we tot dit net zijn gekomen. En we zijn bezig met een tweede. En dat heeft ook te maken met de weg die aan deze kant van de luchtplaats loopt. En op deze manier voorkomen we dat spullen ongecontroleerd naar binnen te komen. Smokkelwaar bij gedetineerden krijgen is een kat-en-muisspel. Medewerkers die de luchtplaatsen regelmatig controleren, komen de meest creatieve knutselwerken tegen. Dit is een tennisbal die is geprepareerd en er zit contrabanden in dit geval wiet, die is over de muur gegooid. Ander is telefoon, die wordt in een spons gestopt. Die spons is om beschadigen tegen te gaan en dat wordt in het zwart gerold om het niet op te laten vallen. Dat is een beetje wat er zoal over de muur gegooid wordt. Het meest vreemde is denk ik wel de spullen die zo geprepareerd worden dat het lijkt alsof het heel natuurlijk is. Takken, schors, en dan wordt het dusdanig verwerkt dat het eigenlijk niet opvalt. Dat is natuurlijk de bedoeling voor hun. Voor ons is dat extra zoeken. Alleen ja, we zien ze het over de muur gooien, dus dan gaan we op zoek en dan halen we het weg. Een net spannen. Het lijkt een nogal simpele oplossing, maar toch heeft er heel wat moeten gebeuren voordat het er hing. Je moet erop kunnen staan. Hè? Het moet voldoen aan allerlei normen en veiligheidseisen. Dus het is niet zo makkelijk om hier op deze grond zomaar een netje te plaatsen. Alleen het gewicht al, wat hier staat en wat hier hangt, dat is behoorlijk wat. En waarom zou je erop moeten kunnen staan? Nou, omdat er ook wel spullen op, als spullen opgegooid worden, dat we er ook van af kunnen halen. Of als er dingen opkomen, bladeren bij wijze van spreken van bomen, hè? Die moeten er ook afgeveegd kunnen worden. Wat kost dan zo net? Deze. Nou, dit kost wel, denk ik, rond de 1,5 miljoen euro. Dat is fors voor een net. Dat is een heel fors bedrag, ja. Ja. En u zegt als directeur van de PI hier in Alphen, dat is het waard? Nou, dat is niet alleen. Hè. We willen dat gedetineerden veilig in detentie uitzetten. We willen veiligheid voor het personeel, maar we willen ook veiligheid voor de mensen hieromheen. Hè. En ik bedoel, we willen gewoon niet dat er allerlei dingen gebeuren hier in detentie, wat maakt dat de gedetineerde niet goed de deur uitgaat. En als we dat mee hier kunnen voorkomen, dan is dat in die zin een goede investering, denk ik.